Rugzak omhangen. Ja, volgen. Nummer 1 heeft wederom laten zien dat hij bereid is om tot het uiterste te gaan. Om die eindstreep te halen. En die eindstreep is op het square op Basecamp. En de weg ernaartoe zal hij samen met de staf de voet afleggen. Looppas. Mars. Tijdens de laatste mars terug naar het kamp hebben wij toch al gekeken van hey, hoe diep kan nummer 1 nou gaan? Omdat eigenlijk nummer 1 gedurende de hele week niet het onderste uit de kan heeft moeten geven. Omdat hij gewoon super fit is. Loop door. Jij wilt toch met onze normen mee of niet? Dan moet je doorlopen. Aangesloten is aangesloten. Doorlopen is doorlopen. Kan ook gewoon omdraaien. Gas erop. Blijf lopen als totdat je bij bent. Kom op, trek die tank nou eens leeg, man. We hebben nummer 1 op de eerste plaats willen laten meemaken hoe het is als je echt aan onze normen wil voldoen, fysiek. Daarom zijn we ook allemaal meegegaan. Maar ook dat er gewoon regels zijn in zo'n team, dat als je echt stuk zit en we zien dat je alles geeft, dat je mij gewoon om hulp kan vragen. We moeten dit samen doen, hè? Je bent met ons nu, hè? Lopen. Ja. Lopen. Nee, ik draag alles shit. Nou, vraag dan. Moet ik iets voor je doen? Ja, wil je mijn tas vasthouden? Kom. Ga gewoon, hè? Maak het leven een stuk makkelijker. Je hoeft niet alles zelf te dragen. Kom, trek bij. Die heb ik met veel plezier gedragen, tot het moment dat ik dacht dat hij weer kon. En heb ik de rugzak teruggegeven. En doordat nummer 1 op dat moment zo verschrikkelijk diep ging en het geen zin meer had om iets te verbijten, zie je dat die emoties bij hem ook helemaal omhoog komen. Naast mij lopen, kom. Ik kan niet. Dat doet pijn. Waar gaan dan? En alles. En alles. Dat heeft hij niet. Daar kom je hier voor, man. Waar ben je met je hoofd, man? Waar denk je aan? Dat ik eigenlijk ongewenst ben. Mijn ouders. Je ouders? We gaan ervoor zorgen dat het geen rol meer in je leven gaat spelen, jongen. Dat ga je afsluiten. Zonde van de tijd om daar de hele tijd in te hangen. Dat is super gewenst. Weet je hoeveel mensen jou wensen? Ja. Weet je wie je van de week aan de lijn hebt gehad? Ja, daar doe ik het ook voor. Ja, die wensen jou. Die wensen jou terug. Je dochter wenst jou iedere dag om zich heen als vader. Ongewenst. Jij bent jij. Jij bent niet een product van alleen maar ouders. Jij bent jij, man. Dat heb je zelf gemaakt. Moet je kijken waar jij bent gekomen, joh. Ja. Maar het is heel goed dat je eruit. Moet er toch uit. Hier komen alle emoties toch naar boven. Dan maar gaan, man. En na een week van fysieke en mentale ontberingen was daar dan eindelijk het breekpunt van nummer 1. Alle maskers gaan vroeg of laat af tijdens een Special Forces trainingstraject. En daar is nummer 1 het levende bewijs van. Aan alle missies komt een einde, jongen. Wij noemen dat RTB, Return to Base. Einde missie.